Welkom bij de eerste lip tease tutorial en wel van mij, van Foxy Charlie. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn trademark kapsel ga maken. Twee victory rolls bovenop en een speciaal knotje achterop. Wie weet hebben jullie er wat aan? Het is niet zo dat ik een kapper ben. Dit is mijn manier hoe ik het doe. Mocht je mijn stijl leuk vinden, dan is hier een voorbeeldje. Wat hebben we vandaag allemaal nodig? Een gewone borstel, simpel, je moet je haar uit kunnen borstelen. Babyborstel, ik heb geen idee wat de echte naam is. Een kammetje. Ik heb natuurlijk haarlak nodig. Schuifpultjes in mijn kleur. Een elastiekje, natuurlijk heel erg belangrijk. Een krultang, van mijn moeder geweest en die gebruik ik nog steeds. Maar we beginnen met de scheiding maken. Nou, ik draag altijd een schuine scheiding. Ik kan hem ook in het midden doen, dat je twee dezelfde rollen hebt, maar ik vind... Ja, een klein rolletje en een grote rol vind ik altijd tof. Ik maak een gedeeld. Maak hier weer een scheiding, zoals je kunt zien. Precies van boven naar beneden, net achter mijn oor, is de afscheiding. Dat doe ik ook bij de andere kant. Nou, de twee losse plukken. Daar gaan we als eerst mee aan de slag. Ik maak van de rest een staart. Daar gebruik ik dus heel simpel een elastiekje voor. Hoppakee. Victory rolls. Oké, ik begin met een klein stukje. Je maakt allemaal kleine stukjes van je haarpakje. Daar spuit je een klein beetje haarlak op. Die gebruik ik eigenlijk alleen maar. Omdat het ontzettend goed blijft zitten. En ondertussen toupeer ik mijn haar. En dat doe je eigenlijk met alle stukjes. Je pakt weer een klein plukje haar. Ook daar spuit je weer het haarlak in. Haarlak wat voor jou het beste werkt. Wij van de Tees hebben alle drie een ander soort haarlak. Zie je? Hier wordt een soort van lijntje. Oké. Ook dit stukje teesje. Check je of het ongeveer even ver is getoupeerd. Dan pak je het ene laatste stukje. Dat toupeer je ook. En het laatste plukje, yes, wat dus nog niet is getoupeerd, dat laat je zo, want dat is mooi glad haar. Dat kan straks weer wat klitten verbergen. En je ene kant voor je rolletje is klaar. Dan gaan we met de andere kant aan de slag. Dit moet je ook niet doen waar andere mensen bij zijn, want die verklaar ik gek. Dat wordt niks vanavond. Je lijkt wel alsof je naar een metal feest gaat in plaats van naar een burlesque feest of een trouwerij of waar dan ook, waar je haar zo mooi voor doet. Yes. Als je een schuine scheiding hebt, net zoals ik, dus deze kant met natuurlijk veel meer haar, zorg dat je alles goed toupeert, want als je dat niet doet, dan zakt die sneller in. Is natuurlijk niet de bedoeling. Je wil natuurlijk dat heel de dag je haar zo mooi blijft. Ik weet niet waarvoor je het gaat doen. Misschien ga je trouwen of heb je een vet feest waar je naartoe wil. Nou, dan wil je niet. Of na een paar uurtjes dat je rol ineens uitzakt. Dan loop je niet fijn. Ik heb het gelukkig met de Victory Rolls nog nooit gehad tijdens een optreden. Dat ze niet uit zouden zakken. Ik heb het wel een paar keer met een knotje gehad, maar dan loop je niet blij. Kan ik je wel vertellen? Een pakketje. Nou, dit duurt iets langer, omdat het natuurlijk meer haar is. Om te teasen. Niet de lip teasen, maar de haar teasen. Ah. Laatste plukje, weer niet teasen. Die houden we zo om straks al die klitten te verbergen. Wauw. Als je denkt, ik ga naar een metalfeest, ik ga naar Steel Panther, 17 maart zijn ze weer in Nederland. Dan kan je haar zo houden. Ontzettend goede muziek. Maar we gaan nu voor een burlesque pinnenblok. Ik pak deze borstel met van die varkenshaartjes. Hiermee haal je aan de buitenkant de ergste klitten weg.
En aan de binnenkant blijft het mooi getoupeerd. En dat willen we, want we willen volume houden. We gaan dus het eerste rolletje maken. Ik hou het altijd zo vast. Pak mijn ene hand hier omheen. En draai het een half cirkeltje. En dan heb je als het goed is al de buitenkant van een rolletje. Dus je hebt je haar zo. Dan borstel je eigenlijk bij elkaar. Zodat alle klitjes aan elkaar vastzitten. Je houdt één hand hier. Zodat je echt een rondingje maakt. Slaat die losse pluks omheen. En dan zet je hem. Die losse pluk hier zo. Vast met een rood of in jouw haarkleur haarspeldje. Hopskee. Dan heb je eigenlijk al de basis van je rolletje. En ik kan je vertellen, met de basis staat of valt je hele kapsel. Dit kan je nog een beetje luxeren. Maar als je tevreden bent over de buitenkant, dan is je rol eigenlijk al voor een heel groot deel af. Als je tevreden bent, meteen vast. Ben je niet tevreden of denk je, nee, het is niet goed. Niet gaan tuttebellen met haarlak, want dan plak je het alleen maar vast wat je niet wil. En dan ga je het later weer uithalen en dan wordt het één grote ramp. We gaan hem als een roosje invullen. Ik doe mijn vinger hier inleggen. En prop het eigenlijk als het ware in het buitenkantje die we net hebben gemaakt. Pak ik weer een speldje. Sluit hem er voorzichtig in, zonder andere haren mee te trekken. Kijk, en dan heb je al een rolletje erin. Een rolletje en een rolletje. Ik ga hem nog een keer erin doen. Hopsakeetje. Nog een haarspeldje. Die haarspeldjes kun je er later trouwens weer uithalen. Als je het vol hebt gespoten met haarlak. Maar het moet wel, je moet wel zeker weten dat het goed zit. Nou zie je hier dat ik echt van die losse sprietjes heb. Nou kun je, als je dat wil, met een krultang de buitenkant even krullen. Dat er een ronding meer in komt. Ik doe dat eigenlijk bijna nooit, maar mocht je er moeite mee hebben, dan is dit wel een goede tip. In het begin deed ik dat namelijk wel heel vaak. Kijk, er zit er meteen een soort van mini krulletje in die je later kan gebruiken. Ik draai hem nog één keer erin helemaal. En je kan gewoon een beetje ermee friemelen hoe jij wil. Ik wil het altijd zeg maar helemaal dicht maken. Dat het echt een soort van roosje wordt. En dat wil je ook een beetje met haarlak. Het roosjes effect. Als je dat zou willen, zou je het rolletje natuurlijk ook gewoon open kunnen houden. Ik vind het altijd mooi dat het helemaal dicht is. Dan ga ik door naar de volgende kant. Dus in principe helemaal hetzelfde. Je borstelt dus aan de buitenkant eventjes alle grote, zichtbare, getoupeerde dingen weg. Oké. Omdat het meer haar is, spuit ik al eens een klein beetje haarlak, omdat de piekhaartjes er goed bij blijven. En ik doe het eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan met mijn andere hand. Ik pak hier mijn haar mee vast en leg mijn één hand hier. Dat ik echt die ronding kan maken, gooi ik deze pluk er overheen. Hop. En dan ga ik kijken van oké, ben ik blij met de basis. Ik zie hier bijvoorbeeld een lelijk plukje. Ik zie hier dat nog een beetje overeind staat. Dat weet ik ook niet. Ik ben een perfectioniste met mijn haar. Dus als je niet tevreden bent, nogmaals. Eerst de buitenkant is echt heel belangrijk. Ik kan nog even wat klusjes wegwerken. Met je borstel. Het ziet er al een stuk beter uit. Oké, nou heb ik haarspeldjes die kapot zijn. Deze bijvoorbeeld, zoals je kunt zien. Dit is onscherp, dit is scherper, die is open. Voor heel veel haar is die veel beter dan een hele dichte. Want dat is veel te strak, daar krijg je al het haar niet mee weg. Of vastgepind. Dus ik gebruik een kapotte haarspeld. Schuifspeld. En die schuif ik zo dadelijk hierin. Probeer hem dicht bij dit rolletje te plaatsen. Kijk, er zit nu een opening hier. Waardoor het net lijkt alsof je een Minnie Mouse oortjes hebt. Of een perenoortjes. Dat willen we niet. Dus plaats hem zo dicht mogelijk bij je andere rolletje. Tenzij je de berenkapsel wil. En zet deze pluk weer vast.
Check of je tevreden bent. Vind je hem mooi? Ik denk het wel, ik heb de achterkant niet gezien. Altijd netjes de achterkant checken natuurlijk, maar... Wil het zijn, geloof ik het. Ik ben een beetje, ik zal even de achterkant van jullie laten zien. Zo de achterkant wel. We gaan weer de losse pluk in de buitenkant van de rol verwerken. En zoals je kunt zien heb ik hier nu een lelijk plukje ook. Ik zal het laag gaan zitten. Dus ik moet dit stukje even uitborstelen. Houd goed vast, want als je te veel eraan trekt, dan trek je heel de basis eraf. Hop, sla weer mijn vinger omheen. En maak gewoon eigenlijk een kleine rolletje in de grote rol. En vanaf hier, omdat het, ja, je punten zijn dunner, waar ik het weer gewoon een kleine schuifbal of dichte schuifbal is. Gewoon goeie. Daar zijn ontzettend dik haar. Ik heb ja, middelmatig dik haar. Het is niet extreem dik of extreem zwaar. Zeker niet in. Ik ga weer een rolletje erin maken. Weer met een schuifbaltje. Ibabi pin. Oké. Vertellen voor degene die het graag willen weten wat mijn haarkleur is. Ik kleur mijn haar altijd bij of de Kinky Kappers of ik kleur mijn haar bij Mutties Barbershop. Die zit in Rotterdam op de Nieuwe Binnenweg. Het is eigenlijk wie de plek heeft, daar ga ik naartoe. Dus als de ene vol is, ga ik naar de andere kapper. Ik houd het trouwens even vast zodat het haarlak kan drogen. Daarnaast doe ik zelf mijn punten bijwerken met Directions. Dat zijn kleine potjes met haarverf. Dat is eigenlijk een spoeling. En ik neem altijd de kleur Pillbox Red. Even kijken. Zoals je kunt zien, heb ik nu een beetje meer definitie. Echt de roosje wat ik wil hebben. Ja, dat is dan. Oké, nou dan zet je dat als je tevreden bent vast met haarlak. Hop, 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 hop. Ik ben tevreden. Ik ga even de achterkant bekijken of ik daar ook tevreden over ben. Yes, prima. Oké, dan gaan we verder met het knotje. Ik draai hem even om. Wat ik aan het doen ben. Ik hoop dat je het ziet. Dus ik pak mijn staart. Ik pak hem zo vast. Ik draai hem eromheen. En onderste pluk, de punten dus. Die zet ik hier vast. Die kan eigenlijk hier in het midden weer uit. Schuifbaltje erbij. En ik zet ze hier vast, zodat je eigenlijk een rond kansje krijgt. Nou pak ik weer een open kapotte schuifbal. En die zet ik hier vast. Dat de bovenkant vast blijft. Ik vind de onderkant te los hangen. Dus die ga ik even strakker vastzetten. Dat doe ik zo. Dat het net wat, allemaal wat strakker en wat cleaner wordt. Stevige bobpin. In je haarkleur. Anders zien we het straks. Hoppakee, schuif je in. Even checken hoe het eruit ziet. Spray het weer vast. Extra haarlok is nooit erg. Ja, dat is eigenlijk heel mijn kapsel wat ik gebruik voor diabetische optredens. Dankjewel voor het kijken. Er komen nog meer tutorials aan van Wildcat Katie en Candy Randy. Ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. Tot de volgende keer.